In deze video gaan we kijken naar de trackers kernselectie van de Giro. Ten eerste kijken we naar wat is nou die trackers kernselectie. Vervolgens kijken we naar aan welke voorwaarden moet je voldoen om te zorgen dat je gratis kunt handelen. En tenslotte gaan we kijken naar welke keuzes je moet maken om te zorgen dat je de juiste tracker of ETF kiest binnen deze kernselectie. Nou, dat gaan we dus allemaal in deze video behandelen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je interessant vindt en waar je meer over wilt zien, abonneer dan op het kanaal zou ik zeggen. In deze video gaan we kijken naar de trackers kernselectie van de Giro. En de eerste vraag die je dan graag beantwoord wil hebben is: wat is nou die trackers kernselectie? Deze kernselectie van de Giro is een selectie aandelen, in dit geval trackers of ETF's of indexfondsen, net hoe je het wil noemen, die de Giro heeft samengesteld. En dat zijn vaak de meest populaire of misschien wel meest verkochte trackers die ze hebben. En de trackers die op deze selectie staan, die kun je dan gratis handelen via hun platform. Deze trackers kernselectie die komt in een PDF. Die kun je via hun website downloaden. Ik zal even een linkje onder deze video plaatsen aan de juiste pagina. Dan kun je daar onderaan de pagina op de link klikken zodat je de meest actuele versie hebt. Want dit is namelijk de versie per eind maart 2019 en deze selectie verandert nog wel eens ooit. Dus als je via de link onder deze video klikt, kun je in ieder geval zorgen dat je altijd de meest actuele versie hebt. En deze PDF geeft eigenlijk kort samengevat de informatie die je nodig hebt over de kernselectie. De eerste pagina gaat over aan welke voorwaarden je moet voldoen om gratis te kunnen handelen. En de rest van de pagina's, in dit geval zijn het er 5, krijg je eigenlijk een lijstje met trackers, aandelen die je hebt. Welke nummers ze hebben, welke naam, noem het allemaal maar op. Informatie die je nodig hebt om dus uiteindelijk een aandeel te kunnen kopen, kun je dus hierin terugvinden, zodat je ook weet dat je de juiste koopt. Want wat nou deze kernselectie interessant maakt, is dat je, als je aan de juiste voorwaarden voldoet, je gratis kunt handelen. Dat betekent dus dat je gratis aandelen binnen deze kernselectie kunt kopen of kunt verkopen. Nou, zoals gezegd zijn er een paar voorwaarden aan verbonden en die kun je dan ook terugvinden op de eerste pagina van het document. Als we gaan kijken naar deze eerste pagina, dan zien we de voorwaarden terug en ook enkele voorbeelden, zodat je kunt weten hoe het nou precies in elkaar zit. Lezen we nou de bovenste alinea, dan zien we daar de voorwaarden in terugkomen. De onderstaande ETF's behoren tot de kernselectie van de Giro en worden op basis van een fair use policy zonder transactiekosten aangeboden. Dit houdt in dat een cliënt iedere kalendermaand 1 transactie, dus een aankoop of een verkoop, per ISIN-code zonder transacties kan laten uitvoeren. Elke volgende transactie met dezelfde code en in dezelfde richting wordt op voorwaarde dat de waarde van de transactie meer dan 1000 of euro of dollar is en er geen tegengestelde transactie heeft plaatsgevonden, ook zonder transactiekosten uitgevoerd. Als we dan gaan kijken naar de 3 voorbeelden die ze geven, dan is het misschien wat duidelijker, want dan zie je het eigenlijk in een tabelvorm. Dan kijken we nou naar het eerste voorbeeld, dan zien we dat dit gaat allemaal over opdrachten die koop zijn, dus allemaal aankopen. Nou, de eerste die haalt de 1000 euro niet, maar hij is wel dus binnen deze ISIN-code, dus deze is kosten, nee, die is dus gratis. Dan komt de tweede, dat is ook een koop en die gaat meer dan 1000 euro of 1000 euro of meer. Dus die voldoet aan de voorwaarden dat hij in dezelfde richting gaat, dezelfde code heeft en 1000 euro of meer is. En vandaar dat daar ook geen kosten voor in rekening worden gebracht. De derde transactie zien we dat eigenlijk hetzelfde is, alleen dan weer 750 euro. En aangezien die dus niet aan die 1000 euro voldoet, zijn deze dus wel voor kosten worden hier in rekening gebracht. En omdat hiermee de dingen onderbroken wordt, zal de vierde transactie, alhoewel die aan de 1000 euro voldoet en dezelfde richting ingaat en dezelfde code heeft, maar dus eigenlijk onderbroken wordt door die derde transactie, worden hier ook kosten voor in rekening gebracht. Dus het is die niet gratis. Kijken we nou naar het tweede voorbeeld, het tweede tabelletje. Dit gaat over verkopen in februari. Het zijn alle 4 verkopen. De eerste geldt eigenlijk hetzelfde voor, 750 euro verkocht. Dit voldoet dus aan de goede code. De eerste transactie, dus die is gratis. De tweede gaat in dezelfde richting, dezelfde code, 1000 euro of meer. Ook geen kosten. Dan komt eigenlijk weer hetzelfde verhaal. De derde transactie is wel dezelfde code, dezelfde transactie, dezelfde kant op. Dus ook weer een verkoop, maar hij haalt de 1000 euro niet. Dus daar worden kosten voor in rekening gebracht. En omdat die daarmee eigenlijk de dingen onderbroken wordt, dus er worden ineens kosten in rekening gebracht, zal ook de vierde transactie, alhoewel die aan de kosten van 1000 euro een minimum daaraan voldoet, zal er toch kosten voor in rekening worden gebracht. En kijken we naar de laatste tabel, de derde, die gaat over maart. En hierin valt op dat we beginnen met een koop en vervolgens een verkoop zien. Nou, kijken we naar die koop, die voldoet natuurlijk aan de dingen, omdat dat de eerste van de maand is. En daar hoeft die 1000 euro dus niet te gelden, dus daar zijn geen kosten. De tweede heeft wel die 1000 euro,
Maar je ziet dat het een verkoop is. Dus het is een tegenovergestelde richting waar zij het over hebben. Het gaat niet dezelfde kant op als die eerste transactie, want dat was een koop. En aangezien het dus een verkoop is, worden hier wel transactiekosten voor in rekening gebracht. En aangezien op deze manier dus niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, zullen ook de derde en vierde transactie niet meer onder die voorwaarden gelden en worden daar dus transactiekosten voor in rekening gebracht. Nou staat er onderaan deze pagina nog een belangrijke alinea. En die gaat er namelijk over dat je de juiste beurs moet kiezen. Het kan namelijk zo zijn dat een bepaalde tracker ETF op meerdere beurzen wordt verhandeld. En je moet natuurlijk wel zorgen dat je de juiste beurs kiest om ervoor te zorgen dat je geen kosten in rekening gebracht krijgt. En dat zien we dan ook terug, zoals gezegd, in die laatste alinea. En daarin staat, voor ETF's met meerdere beursnoteringen geldt dat de bovenstaande voorwaarden van toepassing zijn op de noteringen die in dit document zijn opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de juiste beurs te selecteren en van het kostenvoordeel te profiteren. Dus stel je hebt een ETF die in Amsterdam wordt verhandeld, maar jij koopt hem in Parijs bijvoorbeeld. En in dit document staat er dus dat je alleen die van de Amsterdamse beurs volgens de kernselectie geldt en dat je daarop geen kosten in rekening worden gebracht. Maar jij kiest dus net die andere, hetzelfde aandeel, maar op een andere beurs. Dan kun je dus niet profiteren van die kostenvoordelen en worden dus voor jouw kosten in rekening gebracht. Voordat we gaan kijken naar welke tracker je het beste kunt kiezen en waar ze aan moeten voldoen of waar je op kunt letten om de juiste keuze te maken, zijn er nog een paar tips. De eerste daarvan is om het aantal beurzen waarop je handelt te minimaliseren. Het kan namelijk wel zo zijn dat je voor de tracker geen kosten betaalt, maar je betaalt wel kosten per beurs waarop gehandeld wordt. Dus misschien de Amsterdamse Euronext, of heb je aandelen via Parijs of via Londen. Nou, per beurs wordt in een kalenderjaar 2,50 in rekening gebracht. Stel nou dat je al 5 aandelen hebt die allemaal op de Amsterdamse beurs worden verhandeld. Dan betaal je dus gewoon 2,50 omdat je maar op 1 beurs handelt. Kies je nou een nieuwe ETF die op de beurs van Parijs wordt verhandeld, dan heb je dus een tweede beurs waar je mee te maken krijgt. En ook al misschien betaal je dan geen kosten voor de aankoop ervan, omdat je van die tweede beurs, in dit geval Parijs, gebruik maakt, zul je dus ten eerste 2,50 per jaar voor de Amsterdamse beurs betalen en ook 2,50 voor de Parijse beurs in dit geval. Dus het aantal beurzen waarop je handelt heeft effect op de kosten die je betaalt. Nou is 2,50 misschien niet zoveel, maar je kunt er wel rekening mee houden om bijvoorbeeld alle dingen op dezelfde beurs verhandeld te krijgen. De tweede tip die ik heb is om vooraf al een plan te maken voordat je naar ETF's gaat kijken en daarin een beetje uitwerkt voor jezelf van wat ben ik van plan, welke spreiding wil ik aanhouden, welke beurzen wil ik misschien doen, dingen die ik nu al weet waar ik op wil richten, wil ik bijvoorbeeld opkomende markten wel of niet erbij hebben. Want daar kun je later je ETF's eigenlijk op uitkiezen. Dus het is altijd makkelijk om daar van tevoren een klein beetje research te doen en dan vast een plan te maken en dan later ETF's te zoeken die bij jouw plan passen. En de laatste tip die is ook nog, behalve het aantal beurzen te minimaliseren, ook je aantal trackers of ETF's te minimaliseren. Je kunt misschien vaak zelfs met 1, er zijn verschillende mensen bij ons in de Discord chat die op 1 aandeel zitten, dat is het VWRL van Vanguard. Dat is een wereldwijd fonds, die pakt eigenlijk de hele economie van de hele wereld, pakt die samen in 1 ding. Dan heb je eigenlijk al genoeg spreiding. Het kan ook zo zijn dat jij nog specifiek dingen erbij wil pakken. Bijvoorbeeld Europa wat extra. Of opkomende markten wat extra. Of misschien heb jij meer met edelmetalen dat je daar een gedeelte in pakt. Maar probeer het dan misschien bij 3 ETF's te houden. Vaak voor beginners is dat wel een goed maximum, zou ik zeggen. Maar probeer niet, omdat er misschien wel 100 ETF's op deze lijst staan, door misschien wel 10 of 20 te kiezen. Zorg er gewoon voor dat je maximaal 3 ETF's, zeker als beginner, kiest. En dat je daar gewoon op richt, dan kun je het bijhouden. En vaak heb je op die manier toch genoeg spreiding. Het laatste punt van deze video is om te kijken hoe je nou de juiste keuze kunt maken, de juiste ETF's te kiezen die bij jouw plan passen. Het heeft natuurlijk zin om van tevoren even de hele lijst te controleren en dingen te markeren die misschien interessant zijn voor jou. Zo heb je bijvoorbeeld, ik zag hier ETF's voor physical gold of silver. Dat is echt fysiek goud. Dat is misschien wel interessant om later naar te kijken. Of de iShares AEX. Die is geheel gericht op de Amsterdamse beurs, de AEX. Nou, dat soort dingen zie ik allemaal terugkomen in deze lijst. Daar heb ik van tevoren naar gekeken. Wat me ook opvalt zijn dat er verschillende S&P 500 ETF's op staan. Nou, dat is een beurs die ik ook volg via Vanguard. Maar er zijn dus meerdere aanbieders. Op deze lijst zijn dat er zelfs 7. En het is dus belangrijk om van tevoren vast te kijken welke ETF's staan erop. Welke spreek je aan? Want vaak kun je uit de naam al dingen opmerken waar ze over gaan en wat het misschien al bij je plan past. Nou is er misschien op deze lijst niet zo heel veel informatie direct te zien. En daarvoor raad ik dan de website justetf.com aan. Ook hier zal ik een linkje onder deze video plaatsen. Als je op de website hier naar de ETF screener gaat en vervolgens naar de guides, dan kun je daar per land, index, groep dingen, kun je eigenlijk ETF's zien. En dat geeft je wel een duidelijk overzicht. Nou, in dit voorbeeld pakken we dus de S&P 500. En zien we dat er eigenlijk 12 ETF's zijn
die hierop gericht zijn. Nou, 7 daarvan zijn dus op die lijst de kernselectie van de Hero terug te vinden. Maar dit overzicht geeft wat meer informatie. Want het eerste waar we op gaan letten is welke index wil je eigenlijk volgen? Wil je wereldwijde spreiding? Wil je vooral richten op de VS, op Europa of emerging markets, een bepaalde sector? Of wil je commodities, dus goud, zilver, dat soort dingen? Dat is eigenlijk de eerste selectie die we maken. En voor deze video kies ik dus voor de S&P 500. Als je dus weet welke index je hebt, ga je vervolgens kijken naar welke aanbieders zijn er. Nou, zoals gezegd, volgens Just ETF zijn er 12 aanbieders van de S&P 500. 7 daarvan staan op de lijst van de kernselectie. Nou, we gaan dus uiteindelijk tussen deze 7 kiezen, want daar kunnen we kosteloos in handelen als we aan die voorwaarden voldoen. Het eerste waar je misschien op wil letten is de TER, de Total Expense Ratio. En dat zijn eigenlijk de kosten die jaarlijks in rekening worden gebracht door zo'n fonds. Zoals we al vaker hebben gezegd, als je de kosten laag kunt houden, is vaak je rendement hoger, waardoor je op lange termijn dus meer vermogen op kunt bouwen. Dus het eerste punt waar je misschien op wil letten is welke kosten worden in rekening gebracht. Kijken we dan naar het overzicht van Just ETF en richten ons op de TER, de Total Expense Ratio, dan zien we dat deze voor de S&P 500 tussen de 0,05 en 0,15% per jaar ligt. Je zou dus kunnen zeggen, nou, dan kies ik het liefst die van 0,05, want die is het goedkoopste. Maar er zijn nog meer dingen waar we op moeten letten. Een tweede punt waar we namelijk op kunnen letten is de omvang van het fonds. Je zou namelijk kunnen zeggen dat grotere fondsen misschien meer betrouwbaar zijn, of misschien geven die jou een beter gevoel. Het kan namelijk zomaar zijn dat er fondsen die 200 miljoen euro inzet, of een fonds waar 2 miljard euro in zit, dat je misschien op een of andere manier meer vertrouwen hebt. Dat zijn vaak dan ook de grotere namen zoals iShares of Vanguard. Nou, die zie je ook terugkomen als je daarop gaat selecteren. Dan staat iShares bovenaan met 2,7 miljard, gevolgd door Vanguard met 2 miljard euro die in dat fonds zit. Dus het kan ook zo zijn dat je liever richt op dat soort fondsen, omdat je daar meer vertrouwen in hebt. En je zult zien dat die fondsen 0,07% in rekening brengen. Dus het is iets meer kosten, maar op zich valt het nog wel mee. Een derde punt waar je op kunt letten is wat er gebeurt met de opbrengsten van deze ETF's. Worden deze bijvoorbeeld teruggeïnvesteerd of worden die juist uitgekeerd? Dat zijn dingen die namelijk wel interessant zijn om te weten en waar je een beslissing op kunt maken. Maar misschien wil je wel zorgen dat je elk kwartaal op het dividend uitgekeerd krijgt, omdat je dan vervolgens de keuze hebt wat je met dat geld gaat doen, in plaats van dat het automatisch terug wordt geïnvesteerd en dat je geld dus vast blijft zitten in deze ETF. En hier zien we dan ook weer verschillen tussen iShares en Vanguard. Vanguard heeft distributing, dat betekent dat ze het dus uit wordt betaald. Bij iShares heb je 1 dingen die uitbetaalt en de andere die het in het fonds zelf blijft houden. En een laatste punt waar we op kunnen letten in deze grafiek is de laatste kolom, de replication method. En dat houdt in op welke manier volgt dit fonds nou de index. Waar ik voor zou kiezen is wat Vanguard ook gebruikt, full replication. En dat houdt in dat de beurs volledig gevolgd wordt. Dus 1-op-1 wordt eigenlijk de beurs gevolgd. Je zult ook zien dat deze manier van replication eigenlijk de goedkoopste is, omdat dit vaak geautomatiseerd kan gebeuren. Andere dingen zie je ooit terugkomen, bijvoorbeeld bij die goud, of er nou wel echt goud fysiek ligt, of dat er alleen opties op zijn en dat soort dingen. Maar je wilt ervoor zorgen bij een ETF dat hij de beurs zo dicht mogelijk volgt. En dat is dus bij iShares of bij Vanguard met die full replication. Dat is letterlijk 1-op-1 de beurs volgen. En dat maakt het dan interessant, omdat dan ten eerste, zoals gezegd, de kosten laag zijn, wat het geautomatiseerd kan gebeuren. Maar aangezien je de beurs letterlijk 1-op-1 volgt, weet je ook wat je kunt verwachten. En zo zie je dus dat je aan een paar voorwaarden moet voldoen om het juiste aandeel te kiezen. Maar voordat je het juiste aandeel kunt kiezen, dan nog 4 opties in ieder geval in deze video zijn waar we naar kijken voordat je die keuze maakt van welke is het beste voor mij, welke index wil ik volgen, welke kostenpercentage ben ik blij mee of tevreden mee. Kies ik voor een fonds met een grote omvang of met een kleinere omvang? Op welke manier volgt het fonds de index? Ook daar zijn allemaal verschillen in die je mee wil nemen in de keuze om de juiste ETF te kiezen. Dus kijk nou welk plan je maakt en welke ETF het beste bij jou past. En ga vervolgens kijken, controleer het nog een keer of die op die kernselectie staat voordat je het koopt. Maar op die manier kun je dus wel eigenlijk elke maand gratis aandelen kopen of verkopen in dit geval. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat in de reactie onder deze video weten wat je goed vond of minder goed vond. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat dat ook onder deze video weten. Wil je meepraten? Kan onder deze video, maar ook in onze Discord chat. Inmiddels hebben we al meer dan 40 man aanwezig waar we elke keer praten over onderwerpen zoals ik heb gezegd, zoals persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En als je nog geen lid bent van dit kanaal en je wil meer weten, abonneer dan op dit kanaal zou ik zeggen. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. En daarin ga ik kijken naar hoe ik extra hypotheek aflos. En dan geef ik een eigen voorbeeld en wat nou het effect is van 500 euro extra hypotheek aflossen. Dus graag tot de volgende video.